de meest besproken verschijning uit die eerste tv-show was de excentrieke tante die beroemd zou worden door haar rol in de James Bond film A View to Kill, de onberekenbare Grace Jones. She must take a lot of vitamins. Grace Jones. Bij ons zou ze alleen maar komen zingen. En dat was maar goed ook, want een tv-optreden van toen nog, Miss Jones, was niet zonder risico. Kort daarvoor had ze in een Engelse talkshow de presentator nog een paar flinke meppen verkocht, omdat ze vond dat hij haar te weinig aandacht gaf. Maar bij ons bleef het dus bij zingen. Strange, I've seen that face before. Een nummer dat nu bijna een kwart eeuw later nog niets aan kracht heeft ingeboet. Tijdens het hele nummer leek het alsof de nukkige vedette door de lucht vloog. Tegenwoordig zou dat met een technische truc in een handomdraai geregeld zijn. Want in 2002 kunnen het beeld oneindig manipuleren. Niet zo in 1981. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses frames, sur les murs des photos. Sans regret, sans mélange. La porte est claquée. Joël est barré. Toen was alles wat je zag de werkelijkheid. Jones draaide minutenlang boven het publiek rond op een simpele hoogwerker. Thank you very much. Yeah, can we please be friends? Yes. You are so handsome. I mean, much better than Russell Harty. I mean, really, you are Thank much you. Better looking. Oh. Wouldn't you say? It's yes. Beautiful. That's absolutely unimportant. Listen. Oh. If you are my friend, you are the only guest, I want to give some flowers. Well, is that to pacify me? That's to pacify you. Yes. Exactly. Well, here you are. Okay. Thanks I very much. The trick. Okay. Thank you. Greetings to the people in Jamaica. Bye-bye, oh, Grace thank Jones. You. Thank you. Het lijkt eergisteren. Nou, die Grace Jones bleef ons intrigeren. We hadden nog een keer contact met haar toen we het bericht tegen waren gekomen dat ze te pas en te onpas bij elke gelegenheid op haar hoofd ging staan. Dat wilden we wel eens zien. Can you still stand on your head, Grace? Sure. I mean, I can't do it right now. I haven't got any underwear on. Why not? Why not? Because I didn't have time to put any on. But you did have time to put your jewelry on. So what's more important to you, the jewelry or the underwear? Well, the underwear is not showing. It's the under is under. And the jewelry is sort of sticking out, you know. It's shining, you know. I didn't necessarily need it. No, I understand. You don't need it tonight. Because, yeah, if I knew I was going to stand on my head, then of course I would have, you know, thought about it. And I would have actually gone out and shopped for a really nice pair. Yes. Well, Grace. Maar de vraag was natuurlijk, hoe is het nu met haar? Het was even zoeken, maar we vonden haar uiteindelijk in Napels.